bouwen met natuur in de stad is, hoewel innovatief, toch niet nieuw. Feitelijk gaan we terug naar de roots toen bouwen met de natuur nog heel gewoon was en niet anders kon. Rotterdam en Dordrecht zijn voorbeelden van steden die de rivier weer omarmen als levensader voor de veerkrachtige en gezonde stad. We praten met Marjolein van Wijngaarden van Stichting EcoShape, Victor Beumer van Deltares, Aniel Bella, expert van bouwen met de natuur, en Edwin de Son, stedenbouwkundige van de gemeente Dordrecht. Building with Nature, dat is een innovatief, snel zich ontwikkelend nieuw concept waarin er gekeken wordt naar hoe je met behulp van natuurlijke krachten, waterbouwkundige werken, toch kunt realiseren. We kijken eigenlijk naar hoe je in plaats van er tegen te vechten, met natuur oplossingen kunt creëren. Waarin je ook kansen biedt voor natuur, voor leefbaarheid, voor recreatie. Building with Nature wordt toegepast in grosso modo drie grote gebieden. Het eerste is de grote kustverdedigingen. Een voorbeeld daarvan is de zandmotor, zoals dat hier langs de kust bij Zuid-Holland ligt. Een tweede domein zijn de havens. En een derde domein is de grote deltastad, de stad aan het water. En waarin je met natuurlijke krachten kunt kijken of er toch oplossingen te ontwikkelen zijn. Waarin het in die stad veiliger, leefbaarder en een stuk aantrekkelijker wonen en werken wordt. De voordelen van Building with Nature ten opzichte van vergroenen is dat het echte multifunctionele oplossingen zijn. De natuur doet haar werk en daardoor hoeven we niet veel te investeren in beheer en in onderhoud, omdat de natuur zich ontwikkelt volgens het lokale systeem. Het grote voordeel is dat we alleen maar randvoorwaarden hoeven te creëren voor een systeem waarbinnen de natuur met haar dynamiek eigenlijk het gebied zelf inricht en daardoor ook veel aan waterveiligheid biedt. Want die natuur kan golven dempen en daardoor ontzien we dijken en oevers. Wat hier gerealiseerd wordt is natuur door het afgraven van het grond langs de rivier. Daardoor zal vanzelf een zone ontstaan met riet, biezen en wilgen. Hiermee leveren we eigenlijk een variëteit aan natuur terug. Eigenlijk krijg je verschillende diersoorten terug die je ook in de biesbos ziet. Maar wat ook belangrijk is, is dat het gebruikt zal worden door de gemeente voor educatie over waterveiligheid en over watergebonden natuur. Nou, Dordrecht is een stad aan het water. Het water speelt hier een hele belangrijke rol. En uiteraard speelt klimaatverandering daarbij ook een hele belangrijke rol. Dus met het veranderen van het klimaat proberen we in dit gebied eigenlijk een heel nieuw woongebied te maken. Waar mensen zich bewust zijn van hun omgeving. We leven in een buitendijks gelegen gebied. En tegelijkertijd proberen we de hele omgeving een stuk aantrekkelijker te maken. Het is niet alleen een plek waar mensen moeten wonen, maar ook waar mensen moeten recreëren. En dan zeker recreëren in een hele natuurlijke omgeving.